Dit is 3FM Serious Request. Hallo. Kunnen jullie heel even naar de Brief Bars? Ja. Oh, zie je. Want ja, dan moet je die op de tafel even pakken. De microfoons. Deze? Ja, die doet het hoor. Oké, heel goed. Nou, kijk eens even. Wat ligt er? Ja. Wat ligt er? Ik ben er de hele dag over aan het janken. Hé, ik zie helemaal niks. Oh jawel, hier. Potverdorie. Even kijken hoor. Het zijn inderdaad de dingen die je wil. Precies wat je nodig hebt op dit moment. Is je nou een heel groot pandabierenpak aan het aandoen? Nou jongens, hey, potverdorie. Zijn dit... Zijn de sapjes! Lekker! Robbie! Lekker, als jij hem even voorleest, dan ben ik heel benieuwd. Mag die voor mij eerst ook nog even pakken? Ja, oh, natuurlijk. Ik dacht dat je zelf niet bij had. Nee, maar dat kan ik niet allemaal tegelijk vasthouden. Ik heb zoveel tegelijk dat ik dacht, dit zal wel goed komen. Roberto Gorsak, heb je nog één moment? Even loeren, kieken. Roberto, is hij aan de telefoon of niet? Roberto, goedemorgen, avond. Ja, nog één seconde hoor, want Barend moet even dat ding voorlezen, ja? We gaan even dit boekwerk even een plekje geven, moment hoor. Eén seconde. Roberto, ben je er? Hoor je me? Ja, ik hoor je. In delen. Oké. Over delen gesproken, Barend. Ja, komt ie aan. Lieve Barend, Rob en Sophie, dat zijn wij. Een klonnetje roze hier, een klonnetje roze daar. Een beetje tofu erbij en geniet er maar. Godverdamme. Ik hoor die, precies. Nou, het wordt er niet smakelijker op. Ook aan de stoelgang is gedacht. En de pruimen in deze smoothie maken het geheel extra zacht. Denk maar alvast aan al die lekkere hapjes. Want jullie hoeven hierna nog maar 3 sapjes. Nou, wat erin dit klinkt wel echt verontrustend, moet ik zeggen. Pruimen en tofu? Ja, dat is Ik vind het nu al niet te pruimen. Dat is een geweldige combinatie. Dat is precies hetgene wat ik morgen haal als eerste wil eten. Jij hebt echt nog nooit in je leven een blok tofu gegeten. Dat ga je mij niet vertellen. Nou? Wat dacht jij nou? Wat zit je mij nou weer in een hoek te zetten? Wat zit ik jou nou weer te framen? Wat zit je mij nou weer als iemand die alleen maar weilanden leeft? Ja, wat is dit nou zo? Onze tofu-koningin. Nou, daar gaan we dan. Het is weer uit Amsterdam, weet je wel. Het is weer niet te geloven. Niet te filmen, man. Sof. Nou, ga jij hem weer in één keer wegtappen? Dan gaat hij, Barend van Delen. Let's go. Hots. Hoppakee. Nou, dat was met deze ook wel verstandig. Ja? Ja. Ik ga gewoon even één slokje nemen. Ik wil het niet bederven, maar het wordt er niet beter op. Nee, maar Giel Beelen heeft gezegd dat het anders moet. Ik ga even één slokje doen. Hè? Oh. Ja, mijn hemel, hé. Ja. Is dit niet toevallig iets wat gisteren al gegeten is? Het is vies, jongen. Ja, dit is heel goor. Dit is super goor. Oh, hebben ze er tofu in gedaan of karton? Holy crap. Of cement. Dat zou ook nog kunnen. Het zijn ook van die brokjes. Hey, ik vind het tofu'tje op zijn tijd wel lekker, hoor. Maar van deze niks. Vond niet te pruimen. Daarover gesproken... Roberto Gortzak, goedenavond. Zo. Gooit in je zak.